Nou, op deze regenachtige woensdagmiddag, het is 12 april, gaan we even kijken hoe bruisend Stadskanaal is. Want er is toch van alles en nog wat georganiseerd. Een soort van open huis hier van de centrumwinkeliers. En dan gaan we een kijkje nemen. En ook boer Geert, die schijnt hier rond te lopen. Beste mensen, dan sta ik hier zomaar naast de boer Geert Krops. Goeiedag. Goeiedag. RTV 1. Okay. Wat doe jij in het centrum van Stadskanaal vandaag? Ik zal hier een beetje aanwezig zijn bij de winkeliers vanavond verloting. Die prijzen ga ik uitreiken. Dus daar ben ik voor gevraagd. Vind ik wel leuk om hier aanwezig te zijn. Bij de verloting? Bij de verloting en ook hier in de winkel even te zijn, ja. En ik moet straks wat nieuwe potten en pannen nemen, dus ik kan vast even kijken, ja. Een echte thuiswedstrijd, zeg maar. Een echte thuiswedstrijd, ja. En wat heeft Geert vandaag allemaal gedaan tot nu toe? Nou, ik heb vanmorgen asperges gestoken, maal 7. En toen hebben we AB-planten in de potten gemaakt. Kregen we 10.000 planten er weer opzetten voor straks dat ze weer gaan bloeien. Dus zo zijn we alle dagen bezig nog. En de aardbeien, dat had ik altijd nog willen vragen. Hè? Ja. Wanneer worden die nou geoogst en geplukt? Nou, rond 13 mei, rond moederdag heb ik ze klaar. Maar ik denk van het jaar een week eerder. Maar ze bloeien volop en er zitten nog kleine aardbeien aan. Dus ze zijn wel een week vroeger door het mooie weer. Ja, maar Geert, ik hoor de laatste tijd in de media wel eens berichten dat jij mogelijk wilt gaan verhuizen. Nee, ik ga niet verhuizen. Nee, ik wil er wel een keer best op vakantie naartoe. Maar ga er niet wonen. Het is er veel te warm. Het is ook geen land wat mij trekt. En, nee, het is er wel mooi. Maar het is niet om daar permanent te wonen, nee. Even voor de kijkers, we hebben over Curaçao, hè? Ja, Curaçao, ja. Het is wel een heel warm eiland en ze zijn 45 jaar terug in de tijd. Met alles, met verkeer en met alles, ja, nee. Nee, het is mijn favoriete eiland niet, nee. Maar daar is jouw vriendin Geertje naartoe gegaan. Ja. Nog steeds goede contacten daarmee? Ja, we hebben net een WhatsAppje met haar gedaan en doen we vanavond nog een weer. Ja, we hebben goede contact, we zijn nog wel bij elkaar. We proberen ook wel bij elkaar te blijven misschien. En als van een jaar of anderhalf jaar ze daar graag wil wonen, dan zien we wel onze relatie verloopt hoe het verder gaat. Moet ik maar zien. Kijk Geert nou ook naar Boer zoekt vrouw internationaal? Ja, zondagavond zoek ik geen keuzes te maken. De vrouw ging vanzelf weg. Dus was dit keer heel gemakkelijk. Bij Olke ging die ene weg. Die hield niet vaak slag. Ja, en Denemarken die was niet gelovig. Ja, zo maakt iedereen zijn eigen keuze. En de vrouw ging zelf wel weg. Ja, jij zegt Denemarken, je bedoelt Canada. Canada. Ja, maar ook wel een beetje een rare boer eigenlijk. Ja, nou maar goed, maar als je dat zo ziet, dan was er niks meer te kiezen. Vind ik wel jammer voor het programma. Een keuzemoment is toch spannend, ook voor de dames, ook voor mezelf, ook voor jezelf. Ja, maar dat is wel jammer, ja. Ik vind als een boer echt een beetje verliefd is, dan straalt dat eruit, weet je wel. Ja. En deze man leek niet verliefd. Nee, hij zei het toch ook nog, nu moet ik nog verliefd worden. Ik vond me een rare gezegd. Ik denk, ja, als ik een vrouw kies, dan ben ik er ook wel verliefd op. In die zin, ik denk, wat een leuke vrouw, wat een mooie vrouw, wat een spontane vrouw. Dat heb je toch. Dan hoef je niet meer verliefd te worden na het keuzemoment. Dat vond ik ook zo'n rare gezegd eigenlijk. En Jaspers, vertel nou eens even onder elkaar. Yvonne, is dat een beetje een leuke meid? Nee, dat is superleuk, maar leuker dan jij denkt. Er is echt niks meer mee. Dat is super, super goed, ja. Komt altijd met keuzemomenten. Op het juiste moment dat er iets gebeurt, maar dat is echt superleuk, ja. Geert, als je nou weer gevraagd zou worden, zou je er weer aan meedoen? Ik zou gelijk weer meedoen. Ze noemen je wel eens de gekscherende Casanova. Nee, maar dat doet de media. Dat heb je zelf niet in de hand. Dat doet echt heel Boulevard en SBS6 en al die programma's. Maar... het is een hele leuke ervaring in je leven om daarin mee te doen. Je bent gewoon een hele vrolijke man. En ik ben er ook wel een beetje trots op dat je uit onze gemeente komt. Ja, dat denk ik ook wel. En heel veel toeristen komen naar me toe. En heel veel boeren. Hey, je hebt goed gedaan voor ons. En iedereen steunt mij en op een goede manier. Ja, ik heb leuke dingen beleefd met boerzoekvrouw. En ook na boerzoekvrouw. Nou, nog iedere dag beleef ik leuke dingen. En ja, dat vind ik leuk. Dat ziet er allemaal lekker uit. Ja, wij hebben alleen maar lekkere dingen. Dus we zijn van de slager, van hiernaast. Dus... en wij zijn al promotie samen hierbij. Nou, we hopen dat ze snel uitgedeeld worden, want het regent buiten. Ja, maar daar ben ik niet zo bang voor. Dus ze gaan eerst inkopen doen en dan voor de terugweg dan bied ik ze iets aan. Het goed, gaat om... Dat zeg ik niet, nee. Lekker. Cameraman.
Ja. Arjan. Dan moet je. Oh jongen, heerlijk. En dat mag even, hè? Even smakken voor de televisie. Ja, tussendoor. Neem alleen maar lekkere dingen, heren. Vertel eens, wat is dit nu? Dit is een knolsterbol. Nooit van gehoord, meneer? Daar heb ik wel eens van gehoord. Wel is dat snel. Jazeker. Goed zo, dan moet u het bijna weten. Het zit gehakt in. Het zit gehakt in met de kaas er binnen, er zit de spek om in gerold. En dan weer geraspen kaasbom op. Lekker bij de borrel. Een glaasje wijn is er ook lekker bij. U kunt het warm en koud opeten. En even opwarmen in de magnetron. En u hebt een heerlijke hap, meneer. Jam, nou, heerlijk. U krijgt er nooit geen spijt van. Een stukje knolsterbol. Heerlijk. Altijd. Kan het iedereen aanraden. Mevrouw gaat een gele smoet proberen. Terwijl ik de mond nog vol heb met de knolsterbol. Om even te proeven, om even te zeggen wat het is. Lekker. Is wel lekker, een beetje zuur. Met gezicht te zien is die een beetje bitter? Nee, niet zo lekker. Niet zo lekker? Nee. Is die zuurig? Nee, ik vind hem niet zo lekker. Oh nee. Hij is zuurig. Zuurig. Ik heb hier al de reacties gehoord. Zal ik dan een groene proberen? Ja, dan probeer ik een groene. Mag dat? Ja. Want die rode die schijnt zuurig te zijn. Ja, en heb toch nog extra honing. Een smoothie. Een beetje kiwi-achtig met banaan. Klopt dat? Banaan. Avocado. Ananas, verse spinazie. Spinazie ook nog. Jongen. Ik weet niet waar we nu aanbeland zijn, maar deze mevrouw die schijnt een soort thee te schijnen. Dat is een soort thee? Niet een soort. Ik verkoop thee. Maar wat voor soort? Ik verkoop de 5 soorten thee in de theewinkel. Ik verkoop de groene thee, de rooibossen, de zwarte theeën, de kruiden en de vruchtentheeën. Allemaal gezonde theeën, zeg maar. In ieder geval heel lekker. Ja. En die thee die ziet er aardig normaal uit, deze kleur. Ja, maar dat is een groene combinatie met de witte thee. Normaal is een groene thee altijd een beetje helder van kleur. Ja, maar dat is dit ook, hoor. Ja. Dat is dit ook, ja. En er zitten wat vruchten door en daarachter staat een rooibos thee. Welke thee wil je proeven? Nou, doe dan maar de groene thee. Ja, dat denk ik, ja. Schijnt ook gezond te zijn. De meest gezonde thee, zeggen ze wel eens. Goed tegen de bloeddruk. Daar krijg je lage bloeddruk van, heb ik ooit gelezen. Als je hoge bloeddruk hebt, moet je groene thee nemen. Klopt dat? Het is in ieder geval heel erg vochtafdrijvend, groene thee. Maar ook met groene thee moet je... Pas op, het is heet. Ook met groene thee moet je uitkijken. Want sommige mensen reageren daar weer anders op. Je kunt er ook een verhoogde hartslag van krijgen. Dus je moet er wel ietsjes mee uitkijken. En voor alles geldt, drink het met mate. Het kan ondersteunend werken voor een dieet. En daardoor kun je afvallen. Maar het is niet een wondermiddel. Dat is het niet. Okay, nou, bedankt voor dit medisch advies. Koekjes met thee erin. Ja, koekjes met thee erin. En dit is een taart met karamel. En dat is een van de bonbons vanuit mijn bonboncollectie. Ja. Oh, het ziet er allemaal zo lekker uit. En het is ook lekker. Ik rijd elke donderdagmorgen word ik naar Persuur. Oh ja. En dan rijd ik bij jou asperge langs. Ja. Want ik zag het, dat je ze erin stopte. Ja. Ik dacht, als ze er niet op letten, oogst ze er weer uit. Ja. Dus als je er niet op let, dan heb je ze morgen een hele rij weg. Nee, dat gebeurt niet. Luc, jij bent iemand die wil graag dat het Stadskanaal nog bruist, hè, hier in het centrum. Ik zie heel vaak jouw berichtjes op Facebook. Ja. Nou, bruist het toch wel een beetje? Met Geert? Ja. Nee? Nee, maar nee, dan verbeelden ze weer en zetten je lis. Grapje heer, hè? Ik verwerp hier niks. Hoor. Grapje heer, hè? Ja. Nou blijkt dus echt dat Geert bezig is met zijn derde liefde, ja, toch? Ja, niet? Ja. Is geen mooie vrouw? Ah, heel mooi. Is geen plootje? Blond? Ja, blond in motel. Zie je wel een beetje rood, hè? Zo staat. Klaar. Het is hem echt, hoor. Heb je al een gevoeld? Ja, natuurlijk. Ja, weer maar even aan elkaar knuffelen. Ja. Staan we nu bij, ze zeggen allemaal van op afstand bij de grote baas van dit alles. U bent? Ik ben Ria. Ook een Ria, ja. En een filiaalmanager van dit bedrijf. Hoe gaat het tot nu toe? Redelijk.
redelijk. Maar vanavond, zoals jullie zien, is het hartstikke leuk. Lekker druk. En zo moeten we het houden eigenlijk, hè? Het is gezellig. Ik hoor ook altijd, Stadskanaal moet weer bruisen. Nou, dat doen jullie vanavond zeker aan mee. Ja, we doen dat elk jaar twee keer. En dat is altijd hartstikke leuk. En de novemberperiode heel druk. Dan is het nog leuker. Maar deze is vanavond ook voor het eerst heel leuk en lekker druk. Was het het idee van Ria om boer Geert uit te nodigen? Helemaal. Van boer Geert, die zou in november komen. Maar ja, toen ging hij met zijn vriendin naar Curaçao. Ja, en boer is weer vrijgezel. Dus ik denk, nou vragen. En hij vond het hartstikke leuk om hier te komen. Volgens mij ook, want hij geniet echt. Ja, hij vindt het geweldig. Hij gaat straks de prijzen uitreiken. Dus het gaat helemaal top komen. Het moet heel leuk zijn. En dat wordt het zeker. Dus allerlei lekkernijen proeven. Nou, en wat wil je dan nog meer? Dus ja, heel leuk. Nou schijnt het dat Michel... Michel was het toch? Nog steeds, ja. Ja, nog steeds. Michel, ja. Komen we jou zomaar weer tegen. Maar je hebt... Een gouden ei is er. Een gouden ei. Nou, in de banen met dat ding. Te loord. Waar heb je die gevonden? Achter in de schappen. Bij de vouwkratten. Daar was het inklappen en inklappen en meenemen. Oh, jij wel, hè? Ja. Bof komt. Ja, toch? Heb je de hele winkel overhoop gehaald? Ja, je ziet het. En weer opgeruimd. Hey, gefeliciteerd. Dankjewel. Dat je een ei hebt gevonden. Je hebt een mooie eierkoker. Kijk, gaan we ruilen? Ja, oké. Alsjeblieft. Ja, heb ik de gouden ei. Ja, absoluut. Dankjewel. Alsjeblieft. En geniet ervan. Dat gaat zeker lukken. Oké. Okay. Super, dankjewel. Nou, lekker toch? Het was een hele gezellige middag hier. Bij de Centrum Winkeliers. Althans in dit hoekje. En het mag dan buiten regenen. Binnen was het warm. Gezellig. Leuk. Lekkere hapjes. Lieve mensen. En ik heb heel veel gesnoept, mensen. Heel veel gesnoept. Stadskanaal Snoepgemeente.